Welkom bij het derde deel. Deze keer wat aandacht voor wat meer techniek. Basisbegrippen als licht en composities helpen je natuurlijk op weg, maar je moet het ook weten te vertalen met de camera. En dat doe je door middel van sluitertijd, diafragma en ISO. Wat zijn die drie precies? Wat kun je ermee en hoe zit de verhouding onderling? Het is allemaal niet zo heel moeilijk en ik zal het proberen je uit te leggen. Begin met de sluitertijd. Daarmee bepaal je hoe lang je het licht in je camera laat komen. Voor de sensor zit een sluitergordijn. Dit gordijn gaat open als je een foto maakt en dan komt er licht op de sensor. Na verloop van tijd gaat er een tweede gordijn dicht en wordt de belichting van de foto afgesloten. Hoe lang de sensor belicht wordt, dat noem je de sluitertijd. Gemiddeld kun je kiezen uit een sluitertijdenbereik van 30 seconden tot 1 8000 ste en in 99 van de 100 gevallen kom je daar ook wel mee uit. Maar wat kun je nu met sluitertijden? Je kunt ermee kiezen of je juist veel of weinig beweging op de foto wil. Wat je moet kiezen hangt van je eigen creativiteit af. Als ik eerst eens begin met een lange sluitertijd. Een lange sluitertijd zorgt ervoor dat alles wat er in die tijd beweegt ook bewogen op de foto komt. En dat kan soms best mooi zijn. Neem als voorbeeld deze waterval. Om juist het naar beneden vallende water extra te benadrukken, koos ik voor een lange sluitertijd. In dit geval was dat 2 seconden. In die tijd kon het water makkelijk van boven naar beneden vallen omdat mijn camera op een statief stond en het was bijna windstil, is alleen het water bewogen. Ga je het omdraaien en neem je een snelle sluitertijd, dan ga je de beweging juist meer bevriezen. In deze voorbeeldfoto was de sluitertijd maar 1 e van een seconde. Vanwege die hoge sluitertijd staat de voetballer er doodstil op. En toch heb je door de houdingen van de spelers een bepaald gevoel van actie in de foto. Het is echt een bevroren moment. Het is even heel kort wat sluitertijd doet voor een foto. In vervolgfilms ga ik er allemaal dieper op in. En het tweede ding waar ik het over wil hebben, dat is het diafragma. Je diafragma zit in je objectief. Het is een soort gedeintje, net als een sluiter. Alleen is dit een beetje rond opgebouwd. Ook deze lamellen kunnen bewegen. Ze kunnen openstaan, maar ook helemaal gesloten zijn. Helemaal gesloten is niet echt van toepassing, dan komt er natuurlijk geen licht meer door het objectief en dan kun je geen foto maken. De grootte van dit gaatje bepaalt dus hoeveel licht er binnenkomt. Door het gaatje kleiner te maken, krijg je minder licht binnen. En wat kun je daar nu mee? Met je diafragma kun je bepalen hoeveel er scherp is in de foto. Met een heel erg open diafragma, bijvoorbeeld 2.8, krijg je erg weinig scherp in de foto. Maar meer gesloten, zoals 22.0, dan is er juist weer veel scherp. In deze foto zie je dat er maar weinig scherp is. De vormen in de achtergrond zijn bijna niet te herkennen. Dat komt omdat ik hier een open diafragma heb gebruikt. Ga ik nu dat diafragma knijpen naar een kleinere opening, 32 in dit geval, dan zie je dat er al veel meer scherp wordt. Opeens kun je wel duidelijk zien wat er achter gebeurt. Hoe komt dat nu? Dat komt dus omdat het gaatje veel kleiner is. Het is een lang en technisch verhaal, maar in het simpel komt het erop neer dat de manier waarop de lichtstralen door het objectief gaan, die veranderen. En dan is er ook nog een derde ding, ISO. ISO is een term van vroeger, toen er nog met film werd gefotografeerd. Eigenlijk heette het toen ASA, maar er waren films met hogere lichtgevoeligheid. In de digitale fotografie geven de camerafabrikanten je ook de mogelijkheid om die gevoeligheid van de sensor te bepalen. En dit noemen ze ISO. Een lage ISO betekent een lage gevoeligheid en een hoge ISO een hogere gevoeligheid. Zeker wanneer je in donkere omstandigheden moet fotograferen, kan het handig zijn als je je ISO erg hoog in kunt stellen. Standaard is dit namelijk 100 of soms nog 200 afhankelijk van het merk en type van je camera. Hogere ISO-waardes hebben wel een nadeel. Op een gegeven moment krijg je last van ruis. De gevoeligheid is dan eigenlijk zo hoog ingesteld dat de gevoeligheid van de sensor een storende factor wordt bij je belichting. Ook hier kan ik weer diep op ingaan, maar ik houd het even bij de basis. Wanneer ga je dan last van ruis krijgen? Dat verschilt per camera. De technologie wordt steeds beter en de hogere ISO-waarden vertonen steeds minder ruis. Vroeger, tien jaar geleden of zo, was een foto op 1600 ISO niet om aan te zien. Tegenwoordig kun je met goede camera's nog wel vooruit op ruim 25.000. Het ligt er ook aan of je correct kunt belichten. Als je foto te donker is bij het belichten en je moet dat naderhand corrigeren op de computer, dan ga je waarschijnlijk ook ruis mee omhoog trekken. Hier zie je twee opnames bij mij in de buurt. De linker was correct belicht met ISO 6400 en ja, er is ruis te zien, maar het is nog wel enigszins acceptabel. En de rechter foto was veel te donker en die heb ik naderhand gecorrigeerd in Photoshop. Maar je ziet dat ik ook gewoon veel meer ruis tevoorschijn heb getoverd. Je zult in de praktijk je ISO zo laag mogelijk willen houden en het alleen omhoog draaien als het moet. Er zit weinig creativiteit in spelen met je ISO. Met je sluitertijd en diafragma kun je wel creatief zijn en ISO gebruik je om daarbij correct te kunnen belichten. Zoals ik in het intro al vertelde, sluitertijd, diafragma en ISO zijn aan elkaar verbonden. Als ik er eentje verander, dan zal ik de andere ook aan moeten passen. Anders verandert de belichting. Wanneer ik bijvoorbeeld een sluitertijd van 1,500ste heb en een diafragma van 5,6, dan geeft dat een bepaalde belichting op de sensor. Als ik de sluitertijd nu aan ga passen, naar bijvoorbeeld een duizendste, dan wordt dat eens zo snel. Ik ga het licht nog maar in de helft van de tijd vangen. Mijn foto wordt dus eens zo donker. Dat moet ik dan weer compenseren en dat kan ik doen door bijvoorbeeld een ander diafragma te kiezen, in dit geval 4. Je ziet dat ik enerzijds een stapje maak met de sluitertijd en aan de andere kant eenzelfde stapje met het diafragma de andere kant op. Dat stapje ertussen dat noem je een stop. En die stops heb ik bij alle drie de dingen. Hier zitten nog wel wat waardes tussen en je hoeft ze echt niet van buiten te leren. Kan wel hulpzaam zijn, maar gaandeweg zal je dat misschien wel wat makkelijker afgaan. Nog een voorbeeld. Stel dat je een foto maakt met 1,250 diafragma 4 en ISO 200. Als ik mijn sluitertijd wil vertragen naar 1,25 en mijn diafragma op 4 wil houden, dan moeten mijn ISO instellingen naar ISO 100. Ik ga immers mijn sluitertijd langzamer maken. Ik wil mijn diafragma van 4 houden. De scherptediepte was wel mooi. En ik moet dat dus compenseren met ISO. Mijn foto wordt door het verlagen van de sluitertijd lichter. Dus de ISO mag minder gevoelig. De camera's van nu zijn slim genoeg. Ze kunnen een hoop. En dat moet je ze in 9 van de 10 gevallen ook gewoon laten doen. Laat de camera maar werken. Je hebt er inmiddels genoeg voor betaald. Je kunt met de stand TV bij Canon of S bij Nikon bijvoorbeeld de sluitertijd instellen. En dan kiest de camera daar wel het juiste diafragma bij. Als het diafragma niet verder open kan, dan is de camera slim genoeg om zelf de ISO te verhogen. En zo werkt het ook andersom. In de stand AV bij Canon of A bij Nikon, bepaal jij het diafragma en zoek de camera naar de beste sluitertijd. Wanneer je bewegende dingen fotografeert, zoals mensen, dan wil je echter niet dat de camera aankomt met bijvoorbeeld 1 15 dan mislukt het nog. En juist dan is het makkelijk om te weten dat je bijvoorbeeld de ISO moet verhogen. Tot zover deze introductie in sluitertijden, diafragma's en ISO. In de vervolgdelen ga ik er wat verder op in. Leuk dat je hebt gekeken en wil je meer tips, kijk ook eens op de website.